was wel een tijd waarin die medisch rechtschap net begonnen was. Hè. En de bestuurders, ja, die moesten echt wennen aan die nieuwe bestuursvormen. We hebben natuurlijk heel lang hebben die het allemaal alleen zelf voor het zeggen gehad. Maar plotseling moesten ze ook hun beleid verantwoorden naar zijn universiteitsraad toe. Het was ook de tijd dat er wel elke vergadering een motie voor lag om Shell te boycotten. Toen al. Maar het was ook altijd wel zo dat na afloop we met z'n allen naar het Dorstig Hert toe gingen. En eigenlijk daar de strijdbijl meestal wel weer begraven werd. Wat erg leuk is en bijzonder is aan Tilburg, is dat je als student ook wekelijks vergadert met universiteitsbestuurders en dat zij ook allebei plaatsnemen in de commissievergaderingen en universiteitsraad zelf. Dus het contact was heel erg goed en we konden bij wijze van zo binnenlopen bij ze op kantoor het initiatief buiten de universiteitsraad indienen en dat vond ik heel erg prettig en ook heel erg leerzaam. Het enige wat me nog een beetje voor de geest staat is dat we ooit ook eens vanuit die fractie van de U-raad initiatief hebben genomen om een muurschildering aan te brengen naast de ingang van de universiteit. Dat was in de tijd dat, dat de regering in Chili dus aan boekverbrandingen deed. En dat is zo haaks op waar een universiteit mee bezig is, dat we het een goed idee vonden om daar aandacht aan te besteden. En dan via zo'n muurschildering dat ook te laten blijken. Waar ik ook heel erg trots op ben en mijn hele bestuur heel erg trots op is, is het feit dat we in ons jaar ervoor gezorgd hebben dat de sportkantine in Tilburg kwam bij de sportvelden. En ik denk dat alle sportstudenten, sportverenigingen hier nog steeds heel veel profijt van hebben. De universiteitsraad als besluitorgaan, als bestuursorgaan verdween en werd een medezeggenschapsorgaan en daarmee dus een heel stuk krachtelozer. Ik heb me daar heftig tegen verzet. Samen met het college van bestuur hebben we toen een proces op gang gezet. En daarbij hebben we het goede van dat systeem proberen te behouden en het slechte, namelijk de geweldige bureaucratisering die ermee gepaard ging, om die tot een minimum te beperken. En dat werkte echt als een trein. Dat ik natuurlijk door lid te zijn van de universiteitsraad natuurlijk ook inzicht kreeg in de bestuurlijke processen en wat er speelde. Dat hielp me, omdat ik dus dan ook beter als decaan in relatie met dat centrale bestuur kon functioneren. Ik begreep beter hoe de zaken daar georganiseerd waren. Om op die leeftijd al aan te mogen schuiven bij het dagelijks bestuur van zo'n grote organisatie als de universiteit, dat was natuurlijk een enorme leerschool voor mij. En ja, het zorgde er dus wel voor dat ik een vliegende start maakte in de kennis van het besturen en managen van een grote organisatie. Ik heb geleerd om vooruit te kijken. Ik heb geleerd om strategisch te leren denken. Ik heb geleerd om je vast te houden aan waarden die je belangrijk vindt en die je als gemeenschap belangrijk vindt. Omdat die zo richtinggevend zijn dat dan bijna de rest vanzelf gaat. Je komt al wel barrières tegen, uiteraard, maar als je een heldere visie hebt, een heldere strategie, dan heb je de oorlog eigenlijk al een beetje gewonnen. Dat je in zo'n universiteitsraad gewoon discussies voert over de visie en de belangrijke strategische vragen waar een universiteit voor staat. En niet laat verzanden in allerlei discussies over details. Omdat dat eigenlijk, zou ik zeggen, zonde van de tijd is. Er zijn zulke belangrijke vragen waar een antwoord op geformuleerd moet worden. Vanuit een visie dat het uiteindelijk om de instelling gaat waar iedereen belang bij heeft. En niet vanuit een pure vanuit een belangenbehartiging van een bepaalde geleding of iets. Geniet er vooral van. Het klinkt heel erg cliché, maar het jaar vliegt voorbij. Er zijn zo ontzettend veel dingen die je kunt doen. Je bouwt een geweldig netwerk op. Geniet daarvan. Want ik denk dat je nooit meer deze kans krijgt om zo ontzettend veel mensen te ontmoeten in één jaar en zoveel uitdagingen aan te gaan in één jaar. Ja, ga ervoor!